82-83, na dat ontroerende afscheid van Chris, prachtig concert. De volgende maandag stond ik voor een echt kamerkoor. Ik had mijn dubbelkwartet gehad, met veel succes. Maar een kamerkoor, daar kun je veel meer mee doen. Daar is een ongelofelijke hoop voor geschreven. En natuurlijk waren er ook zangers die met Chris die hele reis gemaakt hadden. En die ook vertrokken. Heel gewoon. Heel gauw waren we al, dankzij de goede reputatie die het koor al genoot, waren we al op sterkte en konden we werkelijk eigenlijk doen wat we wilden. Het was het begin van een hele uitdagende en avontuurlijke reis door het enorme gebied van de kamermuziek voor kamerkoor. En nou, daar hebben we dus alle kanten van laten zien. Het was een plezier om met het bestuur van het kamerkoor allerlei dingen te ontdekken waar we nog niet aan toegekomen waren in de voorafgaande jaren. Als koorknaapje al en naar de hand ook als dirigent zong ik al in alle kathedralen, of alle kathedralen, maar veel kathedralen van Frankrijk, bijvoorbeeld Straatsburg, Reims, Parijs, Lyon, Le Puy, Valence, van Fribourg, maar ook van Barcelona en van Milaan en van Florence en natuurlijk alle grote kerken van Rome. En toen was ik nog maar 10 jaar. En dat laat iets na in je, dat doet iets met je. Ik had goede relaties in Brussel met mijn dubbelkwartet en ik heb dat natuurlijk meegenomen naar het kamerkoor. En zo waren wij dus tientallen jaren lang regelmatig te gast bij de grote hoogmissen in de zomer. Een speciaal programma en we lieten daar van alles horen. Papi Marcelli van Palestrina, de beroemde mis van Stravinsky met een dubbel blaasquintet. Dan het dubbelkorige mis van Lassus en die prachtige sobere mis van Ton de Leeuw. Alles natuurlijk met motetten uit de tijd van de compositie, contemporaine motetten. En bij de kleine orgelsolomessen van Mozart die we een keer deden met orkest, moest ik zelf de paukpartij spelen, want we hadden wel pauken, maar geen paukenist. Op het einde, onder het orgelspel van Jozef Sluis, beroemde organist, en het applaus van de vele kerkgangers, met de bisschop en de andere priesters en de schola, gingen we naar de uitgang richting Bierkelder onder de kathedraal. Erg mooi was ook het zesstemmige requiem van de Victoria. En zeker ook de barokke Messe des Morts van Campra, wat we enkele jaren achtereen hebben uitgevoerd met een prachtig barokke orkest. En wij waren het tweede koor in Nederland wat het uitvoerde. Eerst was het Tivoli-koor in Eindhoven, waar ik als jongetje dat requiem gezongen had. Die partituur was niet makkelijk te krijgen. Ik moest zelfs nog met de trein naar Parijs, naar de Bibliothèque Nationale, om daar een fotocopie van de oorspronkelijke partituur te krijgen. Er was er wel een gemaakt door iemand, bewerkt, maar dan moest je elke uitvoering moest je stevig betalen. En daar hadden we geen zin in en bovendien, ik wou dichter bij de bron zijn. Op het religieuze vlak was natuurlijk ook de Weihnachtsgeschichte van Hugo Diesler heel bijzonder. En ook de swingende Weihnachtslieder van Zimmermann met die drijvende contrabas van Ruud erbij. Bij het 50-jarig jubileum, dat is dus 25 jaar geleden, mocht ik dan ook het Spem in Alium dirigeren. We waren met 8 koren.
waarvan één uit Londen en één uit Bern. Prachtig toch? Bij aanvang van de repetitie namen we altijd tijd om goed in te zingen en ook verder aan stemvorming te doen. En dat gebeurde veelal onder leiding van onze stempedagoge en langdurig voorzitter Ton van Dieshout. En dat zette dan op de duur toch zoden aan de dijk in het profane repertoire. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar je had de drie chansons van Debussy, de drie chansons van Ravel, de six chansons van Hindemith, de chanson Breton van Badings, de Catrin van Les Ans van Darius Milhaud. Veel Frans, hè, maar ja, waar zit ik nou? Al 50 jaar. Evengoed trouwens in de madrigalencycli van Monteverdi, zoals de Sestina, zesstemmig ook, en het Lamento d'Arianna. Hoe schoon ook, om even in een heel ander genre te denken, de Liebesliederwalzer van Brahms. Met twee echte, fantastische, soepele pianisten. Dat was dan Frans Klomp, een van onze bassen. En Ad Verwerne, ook een Helmonder. En dan had je ook nog heel veel expressiviteit in de cantata Ecologica van Steven Hoogenberg en die bijzondere grafische partituur van Daan Manneke, Koninginnenpage. Ja, dat doet Riet nou, die laat het landschap zien. En Riet heb ik ook meegenomen van het Kamerkoor, dat is een van de allerbeste dingen. Riet, we gaan zitten en doen het laatste stukje. Gezelligheid in het koor. Want dat is ook een hele belangrijke factor natuurlijk in de repetitie, met name de derde helft bij de bar. En daar gebeurt heel veel van het sociale leven van het koor. En dat is heel belangrijk. En evengoed was dat het geval natuurlijk bij onze gezellige reizen naar de hoogmissen in Brussel. Ook naar Praag hebben we een concertreis gemaakt en in Bern, in Zwitserland, zijn we ook geweest. En dan niet te vergeten onze vele reizen door het land heen met de opera Amal en de Night Visitors van Menotti, waar we het hele land doorgingen van Weert, Breda, Arnhem, Zwolle tot in de Stadsschouwburg van Amsterdam toe. En natuurlijk Eindhoven ook, hè. Dan moest steeds alle spullen meegesleept worden die we nodig hadden. De geweldige grote blauwe tent, het kampvuurtje. Enfin, noem maar op, de kameel niet te vergeten. En dat gesjouw en gedoe, dat bracht ook heel veel gezelligheid en kameraadschappelijkheid. En dat is verschrikkelijk belangrijk. Een wens voor de nieuwe dirigent of dirigenten in de loop der tijden: blijf zoeken, blijf avontuurlijke paden begaan. En als iets misloopt, nou dan loopt het mis en dan schuif je het maar opzij en begin op iets anders. De koorleden hebben moed genoeg en intensief genoeg, dus daar kun je op rekenen. Ik wens het hele koor, het bestuur en alle zangers natuurlijk nog vele jaren van zanggeluk. En hartelijk gefeliciteerd met dit 75-jarig jubileum. Dag vanuit de Ardèche.